De derde trainingsvisie met Bert van Hunestein, de trainercoach van uh, DVS 33. Um, ik zat naast uh, de verslaggever van uh, Utrecht. Ik zelf was ook redelijk enthousiast over de wedstrijd. Ik ben zo benieuwd hoe jij hem hebt meegemaakt, hoe je hem hebt gevoeld. Nou ja, ik heb verschillende wedstrijden binnen de wedstrijd gezien, uh, wat dat betreft. En uh, ja, ik was zelf minder enthousiast over het, uh, over het niveau van de wedstrijd, omdat ik weet dat onze groep uh, meer kan en beter kan. Uh, maar goed, blijkbaar was het voor de neutrale toeschouwer inderdaad, want dat hoorde ik ook, uh, een, een aardig kijkspel. Uh, zeg maar. Met uiteindelijk, ik denk, uh, Dover was een gelukkige winnaar. Inderdaad, als uh, gelukkige winnaar, dat was mijn mening ook. Maar uh, toch, ja, je hebt met zo'n tegenstander te maken. En je wist dat, het, uh, dat, dat ze vol, uh, vol ervoor zouden uh, gaan. En uh, het leek er in de, het eerste kwartier uh, ja, op de, alsof DVS nog niet echt bij de les was. Ja, dat, dat waren ze wel degelijk. Alleen de omstandigheden die waren even lastig. Het veld van Dovo dat vraagt even om wat aanpassing: heel stroef, heel plat. Uh, en door het warme weer zag je gewoon dat er in de houding van de jongens iets ontbrak van het laatste stukje uh, wat ze nodig hebben om goed druk te kunnen zetten. Ze waren, hadden een beetje moeite met de omstandigheden. En in de warming-up heb je daar ook nogmaals aandacht over uh, gevraagd. Maar je ziet gewoon in de wedstrijd: moet je dan even dat gevoel krijgen met zo'n mat, hoe stuit het die bal? Want het is daar uh, echt heel anders dan uh, gebruikelijk. Maar we hadden de groep voorbereid op een uh, daadkrachtig Dovo. En uh, ja, ik denk dat het uh, de klasse van Dovo was op dat moment dat ze meer konden brengen dan wij. Is het toch mogelijk dat zo'n vereniging met zo'n geschiedenis, echt een, toch een vooraanstaande zaterdagmiddagclub als Dovo geen sproeiinstallatie heeft? Dat is toch ongelooflijk? Ja, geen idee. Dat zal je daar even na moeten vragen. Natuurlijk. Het is jammer op dit niveau, je hoort er nu veel meer over, wat dat betreft. En uh, ja, je loopt ook aardige blessures op natuurlijk uh, als je dat soort velden hebt, want uh, ja, de jongens krijgen brandblaren, alles. En uh, dat is jammer. Ik, ik, ik denk dat Dovo er zelf ook niet blij mee is, hoor, wat dat betreft. En ik heb ook met mensen gesproken die het ook graag anders zien. Maar ik denk uh, ja, op geen één niveau is dit nog uh, ja, normaal, zeg maar. Uh, nou weet ik dat jij manager bent en typisch uh, van een manager is dat die ook vaak ook zelfkritisch zijn. Dat ze analyserend naar zichzelf zijn. Heb je jezelf uh, uh, zaterdag nog even goed uh, geanalyseerd of zondag? Ja, en meteen naar de wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen, we, we zagen enorm uit naar de start van de competitie. Daar werk je hard voor en uh, dat je dan uiteindelijk met lege handen staat, dat is uh, behoorlijk zuur. Uh, aan de ene kant, uh, als je gaat relativeren, dan zie je dat je groep uh, er uh, heel veel aan gedaan heeft, veel energie in de wedstrijd heeft gestoken. Dus daar ligt het dan niet aan. Ik vind wel dat we die finesse uh, misten voorin. En, en achterin vond ik ons gewoon niet uh, als grote jongens verdedigen op de cruciale momenten. Nou ja, dat moet ik mezelf dus aantrekken, want uiteindelijk ben ik degene die uh, ah, de, deze elf in het veld brengen, maar dan ook nog uh, via trainingen en dergelijke dus je moet voorbereiden op zo'n wedstrijd. Dus uiteindelijk kom je altijd bij mij terecht. En Weer was het, uh, het bekende verhaal dat een trainer uh, vol complimenten zat, zit over uh, DVS 33. Met <laughs> Quick Boys was het ook zo. Uh, een seizoen, uh, twee seizoenen lang bij Roeland was dat uh, ook hetzelfde uh verhaal. Uh, het moet niet uh, dreigen weer uh, datzelfde te worden betten. Nee, zeker niet. Maar goed, dat, dat zie je wel vaker in persconferenties natuurlijk. Dat is wat makkelijker praten als je net gewonnen hebt. Dan uh, is dat ook zo. En ik denk dat Gert Kruijs het ook gemeend heeft uh, wat dat betreft. Uh, nee, kijk, wij, wij moeten dit soort wedstrijden gewoon naar ons toe zien te trekken. En daar waren we ook hard mee bezig, zeker in die tweede helft. En ja, door bepaalde omstandigheden lukte het uiteindelijk niet. Waarbij zij weer een beetje hoop kregen, hè, vooral met die rode kaart van Dennis. Nou ja, goed. Uh, wij moeten laten zien dat, dat wij om kunnen gaan met dit soort omstandigheden. Tegenstanders, aankomende zaterdag, is het volgende tegen ACV. Die is net zoals uh, Dovo. Ja, die, die komen net in deze klasse, dus die steken enorm veel energie in. En daar moeten we ons leren tegen te wapenen. Over Dennis Hollard uh, gesproken, onze aanvoerder. Ongelukkig begin uh, voor hem. Eerst tegen Quick Boys, uh, dat kopballetje achterover. Vervolgens nu uh, tegen Dovo. Ja, hij draait natuurlijk een hele goede voorbereiding. Alleen uh, deze wedstrijden ja, komt hij. Uh, toch in het nieuws, zoals hij het niet graag wil, natuurlijk. En uh, helaas is hij nu ook geschorst. Dus. Hoe kwam het toch dat hij uh, heel vaak uh, toch moest gaan sprinten, terwijl dat niet echt zijn ding is? Nou ja, je moet wel, want uh, Dovo heeft twee snelle jongens voorin, en, uh, dus je moet sowieso op dit niveau uh, centraal ook je ding doen, ook op het gebied van, uh, van, van sprinten. Ja, wij spelen nog eenmaal wat hoger op dan een uh, gemiddelde tegenstander, en dat betekent dus dat je als verdediger uh, flink aan de bak moet, ook, ook vanuit duels, maar ook uh, die sprints. Maar die kan die prima trekken hoor, wat dat betreft, en normaal los hij dat ook uh, goed op door uh, tactisch slim te lopen. Maar goed, in dit geval uh, ja, stapt hij in. Op het moment dat hij, uh, hij Plet laat lopen en uh, Plet maakt 1-0, dan zegt iedereen ja, uh, Dennis had een overtreding moeten maken. Dus, dus natuurlijk allemaal achteraf uh, wat dat betreft. Uh, Dennis is een slimme jongen, een goede jongen. Hij heeft van zijn hele leven volgens mij nog nooit een rode kaart gehad. Dus, uh, en die zat hier ook vreselijk mee. Ja, het uh, viel me op dat uh, op, op het middenveld ze nu dan nog wel eens wat brede pases waren, die oeh, zo linker waren. Nou, dat is wel een puntje waar we het zo meteen ook over gaan hebben. Ze, ze zijn wat dat betreft, ze willen graag voetballen. En, en, en dat is goed, dat is mooi. Alleen in je passing moet je het risico weghalen van een break voor een tegenstander. En door die ballen. maar je ziet ook een paas rechtdoor, ja, die worden gewoon makkelijker gelezen. Dus die moet je gewoon niet geven. Dan, dan kun je beter weer even uithalen en opnieuw opzetten. Uh, ze nemen erg veel risico uh, wat dat betreft. En, en ja, soms pakt dat goed uit, maar afgelopen zaterdag op zo'n zo veld, ja, dan lukt dat niet altijd. Dus dat uh, zijn keuzes op dat moment uh, die spelers maken. Uh, die maken ze gelukkig al minder, wat dat betreft. Dus daar zie ik echt wel progressie in. Maar uh, dat zijn altijd benauwde momenten, ja. Je had het net over uh, energie, hè? dat dat het positieve was. Heb je meer positieve dingen gezien? Jawel, ja, het is nou niet meteen in één keer van we kunnen er helemaal niks meer van. Dat is natuurlijk uh, onzin. Ik heb uh, buiten het feit dat ze er inderdaad heel veel energie in hebben gestoken, heb ik echt wel uh, goede aanvallen zien, goede aanvallen opzetten. Um, we hebben ook als, als, als eenheid uh, gefunctioneerd, we hebben elkaar geholpen. Weet je, dat is ook belangrijk om het seizoen uh, goed, goed door te komen in die zin. Uh, aanvallen toch genoeg uh, kansen gecreëerd, om het zo maar te zeggen. Maar goed, dan kom je alweer snel bij het nadeel. Je maakt ze niet af. In het prachtige interview met Joop Thomas had je het over de eerste twee wedstrijden zes punten. Dat kan al niet meer. Zaterdag wacht ACV. Daar gaan we weer lekker aan werken, bed. Ja, natuurlijk. ACV is natuurlijk bekend. Uh, sterke ploeg, veel, veel ervaring uh, wat dat betreft. Nou, die komen hier uh, naartoe terwijl ze al een punt hebben. Dat scheelt voor hun ook, natuurlijk. Ja, die, die komen hier bij DVS. Met, uh, vroeger was het anders, was ACV natuurlijk de Torenhoge favoriet. Uh, wij zullen dat nu zijn in thuiswedstrijden sowieso. Nou, dat is prima. We zijn er klaar voor en uh, we gaan nu ons erop voorbereiden. We wensen je er heel veel succes mee, Bert. Dankjewel.